Hier bij de afvalstoffendienst is het een heel interessant en bijzonder decor. Dit bedrijf dat verwerkt allerlei soorten stoffen. Vandaag hebben wij eigenlijk een complete ronde gedaan met allerlei verschillende soorten apparatuur voor verschillende stoffen. Om het in kaart te brengen wat nou de mogelijke risico's en blootstellingen zijn. Ik ben vanmorgen vroeg begonnen bij achtste gedeelte. Daar is waar de composthoop ligt. En daar heb ik een meting uitgevoerd met de SAS-sampler. Een apparaatje eigenlijk die via een voedingsbodem lucht aanzuigt. En daarmee meten wij de hoeveelheid aan microbiologische stoffen. En welke microbiologische stoffen er in de lucht hangen. Die eventueel schadelijk zouden kunnen zijn. Maar ook het meten naar zware metalen, bijvoorbeeld door het breken van bepaalde producten. Lood, cadmium, kwik. Daar hebben we gemeten door middel van pasapparatuur. Dus we hebben een pompje met een bepaalde pompkop bij een persoon opgehangen. Die daar eigenlijk continu in de buurt staat. Gedurende de werkdag zuigt het lucht aan en kunnen wij die zware metalen uitmeten en analyseren. Verder hebben we een meting uitgevoerd voor dieselmotoremissie. Binnen in de cabine van een bulldozer een meetapparatuur opgehangen. En zelf in de hal een statief neergezet met meetapparatuur. Om te kijken wat daar aan die dieselmotoremissie vrijkomt. Wat ik ook interessant vond was dat we metingen hebben uitgevoerd voor vluchtige organische stoffen. Deze meneer die is continu bezig met allerlei soorten restafval aan producten, flessen terpentine, verf. En wij willen in kaart brengen wat er nou eventueel daaraan vrijkomt en wat hij kan inademen. Waar je vaak ook niet aan denkt, is dat als je een hoge drukspuit gebruikt, dat er waterdampen vrij kunnen komen, zou je eventueel blootgesteld kunnen worden aan Legionella. In dit geval hebben wij daar ook meteen een watermolster van genomen. Wat ik leuk vind is het contact met mensen. En bijvoorbeeld met de persoonsgebonden metingen. Samen ga je kijken van oké, op welke manier kunnen we het beste uit die meting halen. En dat het mij een voldaan gevoel geeft dat als ik naar huis rijd, dat ik toch heb meegeholpen aan een prettige en veilige werkomgeving voor de werknemers die hier werken bij de afvalstoffendienst.